Dag kinderen, ik ga jullie vandaag een verhaal voorlezen over Elvis. Elvis is een zanger uit, ik denk, de jaren 70. Dat is een zanger die veel van jullie ouders en zeker ook van jullie grootouders wel zullen kennen. En we gaan het verhaal van zijn leven een keer voor een stuk vertellen. De ouders van Elvis waren arm. Toch kreeg Elvis op zijn 10e verjaardag, met de weinige centen die zijn ouders hadden, een heel mooi geschenk van zijn vader. Met zijn handen op de schouders van zijn zoon zei de vader: "Jongen, je bent nu 10 en ik geef je het enige voorwerp waar ik als vader zelf ook van houd." En Elvis was nieuwsgierig en hij opende het geschenk en hij zag: het was een gitaar. Het hart van Elvis bonkte in zijn borst en in de dagen die volgden verhad hij alle armoede. Hij was heel tevreden met zijn geschenk, met zijn gitaar. Hij verhad de armoede, maar de armoede verhad hem niet. Het leven in het gezin van Elvis was hard. Men had soms wel eens iets tekort. En op een dag zag Elvis hoe zijn moeder stil in haar kamer zat te huilen. Ze had verdriet omwille van de armoede. En Elvis pakte zijn gitaar en hij zong voor zijn moeder een liedje. Zijn moeder veegde haar tranen af en ze lachte naar hem. En toen begreep Elvis: muziek is goed. Muziek kan mensen gelukkig maken en aan het lachen brengen. De plaats waar Elvis woonde was dicht bij de Mississippi. In de wijde omtrek van het huis waar hij is opgegroeid waren er moerassen. En de vader van Elvis had hem streng verboden om op avontuur te gaan, omdat het gevaarlijk was. Maar de jongen hield zich toch graag in het moeras schuil. En hij zat met zijn rug tegen een dode boomstam. En hij speelde op zijn gitaar. Hij speelde de muziek waar hij het meest van hield. Melancholische muziek en elektrische muziek. Hij speelde de blues. En ze zeggen dat Elvis in die moerassen een kaiman ving. En van de huid van de kaiman een stel laarzen heeft gemaakt. Maar dat wordt gezegd, dat zijn waarschijnlijk maar verhalen. Maar één ding is zeker, Elvis speelde daar de blues. En toen hij voelde dat hij er klaar voor was, keerde hij terug naar het dorp, naar de stad, om op straat te spelen. Dat was het begin van een heel mooie carrière van Elvis. Hij ging van het moeras naar de stad. En hij speelde in de stad op straat. Ze zeggen dat de hele stad stopte met bewegen op het moment dat Elvis de eerste noot op zijn gitaar speelde. Iedereen keek naar hem. Auto's gingen langzamer rijden. Fietsers en wandelaars stopten. Ze zeggen zelfs dat de kinderen die een ijsje aan het eten waren, dat ze het ijs over hun vingers lieten lopen. Maar ook dat zijn waarschijnlijk maar verhalen. Beetje bij beetje speelde hij in drukkere straten van de stad. Elvis speelde in de hoofdstraat van de stad, vlak voor het grootste café van de stad. En aan het eind van de dag vroeg de uitbater van het café aan Elvis of hij op zaterdagavond in het café wilde komen spelen, binnen en niet langer op straat. En Elvis zei: ja, dat wil ik graag. En de avond dat Elvis moest optreden in het café, trok hij witte kleren aan. Toen hij het podium opliep, die zaterdagavond, zat het café al goed vol. De mensen aan hun tafeltjes dronken bier en ze keken een beetje vreemd naar Elvis, de man met zijn witte pak. Een paar mensen hoesten nog, maar toen hij begon te zingen, werd het stil. Elvis zong in zijn witte pak. Ze zeggen dat hij de hele avond doorging met zingen. Dat de mensen plots gingen opstaan en begonnen te dansen. Dat de tafels op hun kop werden gezet. Dat er zodanig veel ambiance was dat jonge meisjes flauw vielen van emotie. Elvis zong. Hij gooide zijn hoofd naar achteren en bewoog met zijn schouders van links naar rechts. De keuze voor witte kleren
was een voltreffer en hij besloot die avond dat hij in de toekomst alleen nog maar witte kleren zou dragen. Elke avond speelde Elvis in het café. Zijn witte pak schitterde in het licht en de ogen van Elvis hadden een glans die door niets konden worden gedoofd. Op een avond zag hij achteraan in de zaal van het café een meisje staan. Ze danste niet, maar ze hield haar blik voortdurend op Elvis gericht. En hij zag dat het meisje rond haar enkel een katting met een vlindertje droeg. Het meisje heette Priscilla. Opeens kreeg Elvis zin om een liefdeslied te schrijven. Het allermooiste liefdeslied ooit. Maar Elvis wist niets van de liefde. Hij keerde terug naar waar hij vandaan kwam. Hij keerde terug naar het moeras. Want daar kende hij een oude man. Een oude, zwarte man. Van wie je niet kon zien wat zijn precieze leeftijd was. Maar ze noemden hem een wijze. Elvis ging bij de oude, zwarte, wijze man te raden. De oude man ontving Elvis vriendelijk. Kom binnen, Elvis, ga zitten. Ik weet waarom je naar mij komt. Je zou een lied over de liefde willen schrijven, het allermooiste liefdeslied ooit, maar je beseft dat je niets van de liefde weet. Elvis knikte en hij luisterde. Als je de liefde wilt leren kennen, dan moet je op reis gaan, zei de man. Je moet naar het westen gaan. Je vindt er steden met lichten en daar zul je zonder twijfel vinden wat je zoekt. En Elvis was onrustig. Hij deed die nacht geen oog dicht en hij besloot de volgende dag om inderdaad naar het westen, naar de stad te vertrekken. Hij had de voorbije maanden al een beetje geld verdiend in de cafés met zijn optredens de zaterdagavond. En hij kocht zijn auto om naar het westen, naar de stad te gaan. Een snoeproze Cadillac. En zijn moeder zei: mijn jongen, vergeet niet waar je vandaan komt, waar je ook gaat. En wij, vader en moeder, wij zullen altijd in gedachten bij jou zijn. En ze gaf hem een foto in een kader. En ze maakte ook nog een paar boterhammen met kaas voor hem klaar. De foto moest hij meenemen op zijn reis naar het westen. Elvis nam zijn gitaar en hij stopte een witte pyjama en een witte tandenborstel in een tas. Wit was zijn lievelingskleur. En hij startte zijn wagen. De motor klonk als een grote ronkende kat. Hij reed weg met zijn diep roze Cadillac. En in de verhalen zeggen ze dat Elvis onderweg drie belangrijke ontmoetingen had tussen zijn geboorteplaats en de stad. De eerste was op een autokerkhof. Daar zag hij een indiaan die tussen de autokarkassen rustig aan een pijp zat te roken. En Elvis begroette de indiaan en de man bood hem een trekje van zijn pijp aan. Elvis nam het aan. De indiaan sprak niet, maar hij maakte een gebaar, een wijdsgebaar naar het grootste landschap dat voor hen lag. Heel veel ruimte, heel veel vlakte, waar geen mensen waren, waar geen woningen stonden. En Elvis begreep plots hoe uitgestrekt de wereld was. De wereld tussen het moeras waar hij vandaan kwam en de stad waar hij naartoe reed. Maar hij voelde zich plots heel erg vrij. Hij had zin om de wereld te ontdekken, hij had zin om te schreeuwen, zo hard en zo ver als hij maar kon. Hij bedankte de indiaan voor het beeld. Hij bedankte de indiaan met een glimlach en hij hervatte zijn reis. Even later, toen Elvis door een steenwoestijn trok, ontmoette hij een andere man die door iedereen de kolonel werd genoemd. Het zag er een wat boosaardige man uit, die stil stond, stram als een paal aan de kant van de weg, met een grote hoed. Een hoed die hem beschermde tegen de gitten, maar die ook de aanblik van zijn ogen verborg. Angstaanjagende ogen. Je zou denken, een man om voor op te passen. En Elvis dacht, ga ik stoppen of ga ik doorrijden? Maar Elvis stopte toch.
De kolonel, die er wat boosaardig uitzag, bleek heel beleefd. Ik ben op weg naar het westen. Ik ook, antwoordde Elvis. Ik moet naar de stad die Las Vegas heet, zei de kolonel. Elvis vroeg, is dat een stad met lichten? Want dit had de oude man hem gezegd. De kolonel tilde zijn hoed even op. Dat is inderdaad een stad met zoveel lichten als dat er sterren aan de hemel staan. En de man, die boosaardig leek en voor wie je zou moeten oppassen, lachte vriendelijk naar Elvis. Elvis en de kolonel reden samen door de donkere nacht. In de verte hoorden ze wolven huilen. Ze zagen de maan. Elvis wilde heel graag geluid maken zelf, maar dan met zijn gitaar. Plotseling zagen ze licht aan het einde van de weg. Elvis reed langzamer. Daar stond een lantaarnpaal aan het einde van de weg en onder die lantaarnpaal stond een vrouw. Dit was de derde ontmoeting van Elvis tussen zijn geboorteplaats en de stad. De vrouw had een witte jurk aan, die door een zacht briesje rond haar benen werd gedraaid. Haar witte haar leek te stralen als de zon en een wolk van vuurvliegjes schermde haar af van de zwarte nacht. Elvis reed langzaam voorbij. Ze keek naar hem en de vrouw gaf hem een knipoog. Elvis lachte terug en hij wist dat Las Vegas niet ver meer was. De volgende ochtend spiegelde de opkomende zon zich in de motorkap van de Cadillac. Elvis droomde net van een goed ontbijt toen hij gebrom hoorde. Een diep gebrom, als een zwerm gigantische vliegen. Maar het gebrom was niet afkomstig van vliegen. Maar hij zag een aantal motorrijders. Ze werden de Hells Angels genoemd. Een groep motorrijders die langzaam dichterbij kwam. Uit alle macht klemde Elvis de kader met de foto van zijn moeder in zijn hand. Hij was wat bang, wat onzeker. En naast hem lachte de kolonel al zijn tanden bloot. De motorbende vergezelde hen tot aan Las Vegas. Over Las Vegas zeggen de mensen dat de mensen die er wonen, dat zij nooit gaan slapen. Dat zij geen behoefte hebben aan dromen, omdat de stad hen alles biedt wat ze willen. Dat in Las Vegas iedereen elk zijn eigen droom vindt. En het kostte Elvis niet veel tijd om zijn eigen droom te vinden. Hij hoefde alleen maar zijn gitaar te pakken. En meteen gingen alle lichten in Las Vegas aan. Zelfs de zon verdween achter de horizon om het schitterende schouwspel niet te verstoren. En de kolonel zag het. Hij zag dat het goed was en hij wreef zich in de handen. Hij stelde Elvis voor om een concert te organiseren in de stad. Het grootste concert aller tijden. Elvis twijfelde. Hij had alleen nog maar op zaterdagavond in de zaal van het café gespeeld. Dus hij was behoorlijk onder de indruk van het idee om een concert te geven. Hij twijfelde eventjes, maar hij zei ja. Toen kwam de dag van het concert. Het grootste concert aller tijden. Sinds die dag liet Elvis zich leiden door zijn droom. Hij verhad bijna waar hij vandaan kwam. Hij woonde in de stad in de grootste kamer op de bovenste verdieping van het grootste hotel van de stad. Er waren maar weinig mensen die toestemming kregen om bij Elvis nog op bezoek te gaan. Elvis had een enorm zwembad in de vorm van een vlinder laten bouwen. Dat er alle dagen, als hij het te warm had, in wit geklede bedienden zijn voorhoofd kwamen afwrijven. Dat er uit de kranen champagne stroomde. Dat er danseressen uit taarten sprongen. Dat hij de muren in hout liet schilderen en dat hij een eigen dierentuin had, waarvoor hij een witte tijger liet komen van een andere dierentuin. Ze zeggen ook dat hij koning werd, koning Elvis, maar dat zijn waarschijnlijk maar verhalen. Niemand weet achteraf
hoe lang Elvis in Las Vegas is gebleven. De kolonel bleef bij hem. Elvis kreeg behoefte aan slaap. Hij had rust en stilte nodig. Heel veel rust en vooral heel veel stilte. Elvis streelde de kop van zijn witte tijger en hij dacht: heb ik nu werkelijk gevonden wat ik zocht in deze zeer drukke stad met al die lichten? De witte tijger spon, rekte zich uit, maar antwoordde niet en viel in slaap. Elvis zelf, die kon niet slapen. Hij dacht terug aan waar hij vandaan kwam. Hij miste zijn vader en miste zijn moeder en hij merkte dat hij de foto met de kader met de foto van zijn moeder was kwijtgeraakt. En op een ochtend, toen de stad eindelijk een beetje was ingedut, glipte Elvis stilletjes in zijn auto en hij keerde terug naar waar hij vandaan kwam. De kolonel probeerde hem nog op andere gedachten te brengen en hem nog in te halen, maar de roze Cadillac was veel te snel. Hij schoot door de woestijn en dook tussen de bergketens. Elvis liet zijn haren wapperen in de wind. Hij voelde zich verloren. Verloren en ook verschrikkelijk alleen. Op een dag moest Elvis stoppen. Hij kon niet meer verder. Voor hem lag een enorm groot strand. Een enorm groot strand en de zee. Ze zeggen dat Elvis zo lang op het strand bleef om naar het geluid van de golven te luisteren, dat hij uiteindelijk in zand veranderde en opging in het strand. Ze zeggen zelfs dat hij nog verder naar het westen is getrokken, dat hij in de schreeuwende branding van de oceaan is gedoken en dat Elvis voor altijd is verdwenen. Sommigen hebben hem nog teruggezien in Las Vegas, anderen op een autokerkhof, spelend op zijn gitaar. Mensen zeggen zoveel, maar dat zijn waarschijnlijk maar verhalen. Niemand weet wat er echt geworden is van Elvis. Gij moet wellicht lange tijd op het strand hebben doorgebracht. Door alle rust en alle stilte heen moet hij in het zware gedreun van de golven en in het zuizen van de wind door het onkruid van een melodie van uitzonderlijke schoonheid hebben gehoord. En hij moet er een lied over hebben geschreven. Het lied dat hij zocht. Het allermooiste liefdeslied ooit. Daarna is Elvis terug naar huis gegaan. Hij zit in een schommelstoel met zachte kussens en hij speelt rustig op zijn gitaar. Hij speelt niet voor een breed publiek, maar alleen nog voor de mensen van wie hij houdt. De mensen van wie hij echt houdt. Hij speelt voor zijn moeder en hij speelt voor zijn vader. En hij speelt ook voor het meisje achteraan in de zaal van het café. Hij speelt ook voor Priscilla.